Oh my god, echt. Ed en ik worden er helemaal knettergestoord van. Mijn nieuwe dieet voor de aankomende 2 weken. We gaan vandaag dus naar Utrecht. Naar... Ik ga alweer poetsen. Ja, je weet niet wat je meemaakt. Ik zelf ook niet. Maar ik heb van mijn moeder een soort van wonderpoetsdoekje gekregen. Moet even zen worden van al het gekibbel hier. Het is spaghetti. Lekker makkelijk op zaterdag. En heel lekker. Ik ga daar weer lekker mee aan de slag de aankomende 2 weken. In de hoop dat dat dan ook een beetje helpt. Boterhammetje gegeten? Met wat? Met koffie. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Ik ben mezelf even aan het klaarmaken om op pad te gaan met de kindjes, want wij gaan vandaag naar Utrecht. Ah, die meid. Dit is toch het allerliefste ooit. We gaan vandaag dus naar Utrecht, naar een kliniek waar ik een afspraak heb met een dermatoloog. Want ik had een doorverwijzing vanuit het ziekenhuis vanuit de huisarts gekregen naar het ziekenhuis. En dat zou dan 2 maanden duren voordat ik kon komen. Dus, en dat vond ik echt veel te lang. Dus ik heb uiteindelijk nu een paar dagen later dus al een afspraak bij een kliniek in Utrecht. Maurits Kliniek volgens mij heet het. Dan ga ik even kijken, want ik wil gewoon dat er goed naar gekeken wordt. Wij gaan hierin, hè? Handjes in de bord. Handjes in de bord. Die weten niet wat. Zie je dat? Nou, we zijn er. Heel benieuwd. Nou, we gaan even lekker lunchen naar een pittig gesprekje. Leg ik later wel uit. Maar dit is wel gezellig. Schattig. Oeh, heet. We zijn weer thuis. Het is 4:30. En Ramos die heeft een heel leuk speelgoedje gekregen. Een nieuwe trein, hè, jongen. Daar zijn we lekker mee aan het spelen. De meiden die hebben heel schattig. Een leuk, wat is het? Een poppenbedje gevonden voor in een poppenhuis. Dat is heel leuk. We hebben uiteindelijk nog best wel een leuke middag gehad. Want we zijn even lekker een broodje gaan eten. En een klein beetje bij de winkels gekeken. Maar niet heel erg hoor. Want daarna weer naar huis. En het was toch wel een uurtje rijden en best wel wat file onderweg. Het is nu 5:00. Ik ga even hier een beetje wat rommelen en zo. En dan vanavond lekker makkelijk eten, want ik heb ook nog een verjaardag straks. Wel heel leuk natuurlijk, maar dus dat. In ieder geval, ik was dus bij de dermatoloog geweest vanmiddag. En, of vanochtend. Ja, en ik was toch niet zo, uiteindelijk, ik had gewoon heel erg gehoopt dat zij zou zeggen van, nou, maak je niet druk, dat komt sowieso goed en klaar. Maar zij vonden toch wel dat er al wat littekenweefsel ontstond. En dat er wat hobbelige dingetjes op zitten op mijn neus. En dat is natuurlijk ook zo. Waarvan zij zich wel afvragen of dat nog helemaal gaat herstellen. Dus dat is wel een beetje balen. Want ik had gewoon gehoopt dat ze zouden zeggen van, nou, het gaat gewoon sowieso goed komen. Maar dat konden ze me dus niet zeggen. En nu moet ik doorgaan met de behandeling die er is. Dus een antibiotica crème. En zinkzalf om het wat uit te drogen. En dan heb ik over 2 weken weer een afspraak. En dan gaan we verder kijken hoe het eruit ziet, et cetera. En nu heb ik dan crème op en dan ziet het er beter uit. We will see. Ik kan er niet zo heel veel aan veranderen. Dus dit is gewoon wat het is. Soms moet je het jezelf gewoon echt even makkelijk maken. Dus dat heb ik gedaan. Gewoon even gekeken wat ik nog allemaal had. Nou, dit dus. Gesneden stokbrood. Ideaal. Kaas. Augurk. Paprika, noten, hummus, kruidenkaas, deze mosterd voor bij de kaas. Mandarijnen, ik heb falafelballetjes heb ik nog in de airfryer. En dat gaan wij lekker voor aan het tafeltje bij de bank eten. Goedemorgen op deze zaterdag. Ik ga alweer poetsen. Ja, je weet niet wat je meemaakt, ik zelf ook niet. Maar
onze dame die altijd meehelpt in onze huishouding, die heeft 2 weken vakantie. Dus ja, moet ook gewoon gebeuren en dat is ook helemaal prima. Maar nu moeten we het dus wel zelf doen. Dus vorige week was de badkamer aan de beurt en nu is de keuken aan de beurt. Ik heb van mijn moeder een soort van wonderpoetsdoekje gekregen. Geen idee, maar dit is dus schijnbaar, als je dit gebruikt hoef je niet na te drogen. Dus dat ga ik proberen. Het scheelt natuurlijk de helft van het werk, dus dat is fijn. Dat ga ik lekker doen. De meiden liggen op bed. Ramos is gezellig aan het spelen. En Ed is boven bezig met de vitrage bij de badkamer en zo. Zometeen worden ook nog de boodschappen geleverd. En vanmiddag gaan we gezellig naar een pluktuin. Dus dat is wel leuk. Als het niet regent. Ik ben benieuwd. Ik ben wel helemaal fris. Want ik heb vanochtend uitgeslapen tot 8:15. Ik had gisteren natuurlijk een verjaardagsfeestje. En toen ging ik daarna in Ramos' bed slapen. Want die ging dan bij Ed slapen. Dus dat was chill. Waardoor ik lekker in mijn eentje wakker kon worden. Gemakje, 8:15. Ja, helemaal chill. Langer dan dat uitslapen lukte mij ook echt gewoon niet. Dat, nou, ik weet het, lukt niet. Maar goed, nu ga ik snel poetsen. Want anders dan ben ik dadelijk weer half aan het poetsen. En dan moet ik weer andere dingen gaan doen. Dus. Oh, kat, dat kwam gedaan. Oh, ik kan er net ook bij. Eigenlijk ben ik dan zo iemand die dan denkt, laat maar. Dan doet het boze gedeelte wel niet. Maar ik zal voor de vorm even zo pakken. Ja, ja, goed. Wat moet je nou doen? Ik moet even boven een stukje doen. Gaat dit goed? Ja, ik hoop het. Zo, helemaal klaar om naar de pluktuin te gaan. Wat denk je? Regent het. Maar goed. Maakt niet uit. We gaan toch eerst even ergens koffie drinken. Dus ik hoop dat het dan daarna klaar is met regenen. En we lekker dingetjes kunnen gaan plukken, kindjes. Ja, en weet je wat ik ga plukken? Nou? Ik ga appels... Oh ja, die hebben we zelf in ons tuin. Dat was ik niet. Appels? Nee, die hoef je niet te plukken, nee. We zijn er! Oh! Dit kennen ze wel, hè? Nou, dit is uiteindelijk de vondst. Oh ja, en nog een appel. Alsof we die nog niet hadden. En 2 peren. Nu zijn we thuis en Ed is lekker eten aan het maken. Eten spaghetti, lekker makkelijk op zaterdag. En heel lekker. Dus gaan wij gezellig buiten eten. Zo. Hey. Heb je een kikker gevangen? Een kikker? Wow, kijk naar wat Ramos heeft gevangen in de tuin. Oeh, een bad. Ach, Kerem, nou doe maar snel weer terug in de tuin, Ramos, want dat is zielig. Kom, terug in de tuin. Wat goed van jou. Er is zakjes bij de grond, dat hij niet, anders doet hij zich misschien zeer. Ja, kijk, dan kan hij weer weg. Dan kan hij zelf weer weg, hè? Zat hij in de tuin? Ja, hij zat daar. Oh, wat lekker. Ik heb net gewoon helemaal verwend. Ik mag dus weer blijven liggen dit weekend. Ed, die heeft in de gaten dat ik het even nodig heb of zo. Dus ik heb een hele lekkere smoothie gekregen met... allemaal groenten en fruit. Koffie, maar die heb ik al op. En ik had ook nog een sapje. Nou, helemaal lekker. Ik ga lekker chillen even in bed. En dit is onderdeel van mijn nieuwe plan vanaf vandaag. Maar dat ga ik zo meteen wel even vertellen. Maar goed, voordat ik jullie even ga bijkletsen. Gaan we eerst eventjes met z'n allen hier boontjes doppen aan tafel. Want we krijgen vanmiddag allemaal mensen om te eten hier. Dus er moeten heel wat voorbereidingen getroffen worden. Nou ja, valt mee hoor. We doen niet te ingewikkeld. Ik zal zo wel even laten zien wat we allemaal maken. Maar in ieder geval dus heel veel boontjes. We zijn lekker bezig met het toetje. Deze staat trouwens in ons nieuwe boek. Fruit. Samen met smelten chocolade. Dus dat zijn we nu aan het doen. Ed doet het dan op een prikkertje. En dan hier zeg maar zo opleggen. En dan hebben we straks van die harde krokante chocolade met fruit erin. Ja, helemaal lekker. Zo, wij hebben echt een heel lekker ochtendje. Want we hebben daar straks gesport, Ed en ik, samen met Ramos. Terwijl de meiden in bed lagen en daarna lekker gedoucht. Nu zijn de 2 dametjes weer wakker. Die doen nog 1 slaapje per dag nu. En wij merken gewoon dat dat eigenlijk gewoon het fijnst is rond 1 uurtje of 10. Want ja, als ik ze tot na de lunch ophoud, dan is die ochtend veel te lang voor ze en dat trekken ze niet. Dus dan doen we het gewoon zo en dan met lunchtijd dan komen ze eruit. En dan zijn ze aan het einde van de dag wel moe vaak. En dan, hè, dan soms denk ik wel eens van, oh, zou ik ze dan toch nog in bed moeten leggen? Maar ja, dan is het meestal 4:30 of zo wanneer ik dat merk. En dan, schatje. En dan is het natuurlijk weer veel te laat, dus dan doe ik het niet. Maar...
Ja, dat is een beetje hoe het gaat. Ze zijn nu natuurlijk twee, dus het is ook logisch dat ze naar één slaapje gaan. Wauw, mooi. En we hebben nog zo'n mooi meisje. Bobby heeft twee staartjes vandaag, hè meid? Dat is makkelijker voor de visite. Ja, dat is het makkelijkste, hè? Ja. Charlie één staartje, Bobby twee staartjes. Ja, en voor ons geldt echt nog steeds hetzelfde. Voor ons zijn ze gewoon zo verschillend dat wij bijna niet snappen dat mensen het verschil niet zien. Maar toch in werkelijkheid merken we nu echt dat nog steeds, zeg maar, dat, ja, dat mensen het heel vaak dus niet zien. Dus dan hebben we foefjes. Als ze dan hetzelfde aan hebben, want dat hebben ze niet altijd meer natuurlijk. Ja, dan doen we gewoon één of twee staartjes. En de ene ketting en de andere niet, zeg maar. Zodat mensen het ook gewoon weten. En ja, dat is gewoon fijner voor iedereen. Gaat de kok weer, hoor. Lekker met ze eten. Voor de kindjes. Voor ons. Hebben wij boterhammetje of maiswafels erbij ook? Maiswafels. Lekker. Ik moet even zen worden van al het gekibbel hier. De hele tijd. Maar goed, ik zou jullie natuurlijk nog vertellen over mijn nieuwe dieet voor de aankomende 2 weken. Want ik heb over 2 weken weer een... Oh, ik ga even daar staan. Want ik ga gewoon op de trap zitten, want anders kunnen jullie mij gewoon niet horen. Maar goed, in ieder geval, ik heb dus over 2 weken weer een afspraak bij de dermatoloog. Om dat allemaal na te laten kijken. En ik heb dus besloten gisteren, ik had het er met Ed over, dat ik krijg natuurlijk allemaal hormoonzalf, et cetera, et cetera. En ik eet natuurlijk eigenlijk heel gezond en ik sport voldoende. Maar zijn er nog dingen die ik nog beter kan doen om het proces, zeg maar, van de huid nog beter, ja, te stimuleren voor genezing? Dus ik heb het dus gisteren besloten dat ik vanaf vandaag, voor de aankomende 2 weken, geen alcohol drink, geen snoep, zeg maar, eet. Niet echt veel chocola of dat soort dingen, zeg maar. En misschien zijn de aanpassingen niet eens heel erg groot ten opzichte van eerst, maar er is altijd verbetering mogelijk. Bijvoorbeeld ook meer water drinken. Net even 1 koffietje minder per dag. Ik drink er 4, maar doe ik misschien net iets minder en iets meer gemberthee. Weet je wel, dat gewoon het proces misschien daardoor nog wat sneller gaat. Nog wat andere groenten en fruit door mijn smoothie. Want ik merk, en dat is prima, weet je, ik maak eigenlijk redelijk dezelfde smoothies elke dag. En die zijn goed en die zijn gezond. Maar ik denk dat ik toch ook weer wat andere ga gebruiken. En echt even ga opzoeken van welke dan helpen voor, ja, ontstekingsremmend. Maar ook ja, voor het herstel van je huid. Dus ik ga daar weer lekker mee aan de slag de aankomende 2 weken. In de hoop dat dat dan ook een beetje helpt. En ik ga mijn vitamines qua pillen, zeg maar, die ik vanuit Nieuwpunt Mama, de supplementen, gebruik. Die ga ik wat meer ophogen. Door bijvoorbeeld een extra kril omega. Die hebben wij in de shop natuurlijk. Die werkt ontstekingsremmend. Dus daar ga ik er even 1 extra van nemen. Ja, en gewoon op die manier proberen om ook, zeg maar, vanuit binnen net wat meer ja, te herstellen, zeg maar, daarin. Ondertussen zijn echt die 3, die zijn continu aan het ruzien. En het is niet echt een ruzie, maar gewoon broer-zussen ruzie. Oh my god, echt. Ed en ik worden er helemaal knettergestoord van. Zelf hebben ze er niet veel last van. Volgens mij vinden ze het nog leuk ook. Ik ben heel benieuwd hoe het er over 2 weken voor staat. Ik hoop echt dat die roodheid dan minder is. Nu zit er een zalfje op. En ja, I don't know. Ik heb ook bij mijn litteken van mijn keizersnede, het is nu 2 jaar geleden en is nog steeds, ja, best wel rood. Dus dat op een of andere manier geneest dat gewoon bij mij niet zo snel. Zo heb ik altijd het idee. Maar misschien ben ik ook wel gewoon te ongeduldig. Ik weet het niet. We hebben inmiddels al even visite, ja schatje. En we hebben de voorgerechtjes al gemaakt samen met mijn tante. En dat zijn deze. En dat zijn hele lekkere spiesjes. Heb ik uit ons boek, ons nieuwe snackboekje. Ik heb een aantal dingen gemaakt, zoals deze spiesjes. En ik heb, even kijken, deze heb ik gemaakt. Deze. Dus dat gaan wij lekker als voorgerechtje eten zometeen. Wauw. Staat hier, chef kok. De kruiden kip en mop. Lekker. Het is vandaag maandag en wij zijn aan het werk. En ik zeg good morning, maar wij hebben echt zo'n hele werkdag weer op zitten.
En ik heb net een pakketje ontvangen, superleuk. Met dingetjes die ik van de week had besteld online. Even kijken hoor. Ik dacht, het is wel leuk. Even gezellig met jullie unboxen. Dit is de eerste. En dit was, als het goed is, oh, een mini kaarsje. Ik heb even leuke accessoires besteld. Want ik merk dat nu ons huis nou ja, op heel veel vlakken, zeg maar, wel heel ver klaar is. Echt nog lang niet helemaal goed. Maar dat het nu echt aankomt op, ja, sfeer gaan maken, aankleding, accessoires, et cetera. Dus ik had even wat dingen besteld. Ook vind ik het wel heel leuk. Kijk. Een kaarsje voor in de wc. Oh, zit er geur aan? Nee, niet echt. Maar goed, maakt niet uit. Leuk voor in de wc. Wat een leuk kleurtje ook. Even kijken, wat had ik weer besteld? Bij de Meijer. Oh. Nou, dit is echt een grap van de eeuw. Ik had een bakje besteld. Voor onze sleutels in te doen. Maar goed, dat gaat er natuurlijk niet worden zoals je ziet. Oh, wat jammer. Moet je kijken. Ik heb hier gewoon letterlijk 15 euro voor betaald. Voor dit mini bakje. Ja, is heel leuk. Maar ik dacht, het is heel groot. En dan kan ik dan de sleutels s'avonds in doen voordat we naar bed gaan. Niet dus. Maar goed, oké. Okay. Deze, daar ben ik wel heel blij mee. Kijk. Dat is een haakje. En dan kan ik dan beneden in de wc hangen, of tenminste het, voor een handdoekje aan te doen. Leuk hè? Dacht ja, helemaal leuk. Dat zie je nu overal, maar toch, maakt niet uit. Ik vind het helemaal. Dan heb ik nog meer. Wat is dit? Oh ja, ook voor in de wc. Het was een drukke bedoeling daar. Heel mini, dat wist ik, want dat stond er. Oh, wat is dit? Waarom hebben ze dit hier opgeplakt? Gaat dit er goed op? Oh. Nou, waarom doen mensen dit? Ik snap dat niet. Dan koop je iets en dan zitten er echt twee grote stickers op. Sorry hoor, maar dat is toch irritant? Krijg je het bijna nooit goed af en dan zit heel je product wat je hebt gekocht helemaal onder vieze lelijke stickers. Sorry, maar wie doet dit? Nou, oké, okay, maar hij is wel heel leuk. Het is een heel klein mini fotolijstje. Ik dacht, die ga ik dan ook op de wc zetten. Echt. Het is nog nooit zo leuk geweest om bij ons naar de wc. Oh, deze krijg ik makkelijk af. Sorry. Gezeur voor niks. Kijk. Nice, hè? En in het kader van deze meid moet voortaan altijd een pet op als ze in de zon heeft. Heb ik ook pakketten besteld. Bij de Weekamp. Ja, ik denk dat ik deze eigenlijk best wel leuk vind. Ja, toch? Hij is blauw. Een beetje vloersachtig. Nou, ik vind hem wel leuk. Ik heb hem nu alleen iets te strak. Hij is van Tommy Hilfiger trouwens, mocht je je dat afvragen. Ja, ik vind hem wel leuk, denk ik op zich. En dit is de andere kleur. Ja, hoe moet ik wel zeggen? Ja, op zich is hij wel leuk, toch? Ik vind hem, hij moet een beetje meer zo, maar dat doe ik nu nog even niet. Ja. Is hij leuk? Een soort van. Ik moet even wennen aan dit petten idee. Maar ik vind in ieder geval de kleurtjes wel leuk. En hij moet iets strakker, dat is het. Ja, beter zo, toch? Een soort van. En tot slot had ik nog een zwembroekje voor Ramos. Want die gaat vanaf volgende week, als de scholen weer beginnen, bij ons dan, op zwemles. En hij heeft eigenlijk maar één zwembroek, dus ik dacht ik moet er wel even nog één hebben. En deze komen dus ook tegen bij de Weekamp. Ja, dat vind ik best wel leuk eigenlijk. Ja. Ik weet niet wat hij er zelf van vindt, maar ik vind hem wel leuk. Hey, wie zijn er weer uit school? Hoe was het vandaag? Wat hebben jullie gedaan? Tekenen. Was leuk? Tekenen. Ja. Oh, leuk. En jij? Jij ook? En wat nog meer? Tekenen. Tekenen, ja. Tekenen. En wat nog meer? Boterhammetje gegeten? Ja. Met wat? Koffie. Met koffie? Koffie. Koffie gedronken? Ja, koffie. Oh, gezellig zeg. Wat lijken jullie op je moeder dan toch, hè? En wat nog meer? Kaas. Oh, lekker.
Oh, lekker. Oh, niet lekker. Nee? En Charlie lust geen kaas, hè? Nee. Nee. Bobby wel. Bobby wel, hè? Ja. 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 Mmm. Altijd zo leuk om hem van school te halen. Echt heerlijk. Ed is lekker het eten van gisteren nog aan het opwarmen. Want we hadden gisteren nog best wel wat boontjes en dingen aardappeltje over. Dus Ed is dat nu aan het opwarmen. Gaan we buiten eten. Gezellig. Ramos die heeft vandaag zijn laatste maandag dat hij nog niet naar school hoeft. En die is gezellig bij mijn tante nog. Dus dat is fijn voor hem. Oeh, het is al klaar. Lekker. Ik ga even mijn handen wassen. Dus die is daar nog. En vanaf volgende week dan gaat het schoolleven weer beginnen. Ook wel lekker, maar ik vind het wel dat het heel snel is gegaan. Ik had verwacht dat het misschien een soort van lang zou duren of zo. Omdat ja, ineens met een 4-jarig kind de hele dag thuis, die zich stierlijk verveelt als die niet vermaakt wordt. Wat volgens mij elk kind van 4 heeft. Maar het viel dus heel erg mee. En we hebben ook best wel goed gegaan, hè? Met dames thuis? Ja! Eigenlijk gewoon. Ja, weet niet. Heel goed. Doei. 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 Wij gaan lekker eten en wij zien jullie volgende week weer. Doei. Doei.